Oefenen, 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 oefenen. Ik ga het even hebben in deze podcast-video over hoe kan je dan leren anders te spreken. Nou, dat leer je door te oefenen. En wij hebben een brein, en dat brein is neuroplastisch. En dat betekent dat het leerbaar is. En dat het door op de goede manieren te oefenen nog steeds kan leren. En wat ik daar super cool van vind is dat je ook al ben je 50. Uh, nooit hoeft te zeggen meer. Um, ja, maar zo ben ik gewoon. Uh, um, ik kan dat toch niet leren. Ik heb dat altijd zo gedaan. Nou, dat hoef je lekker niet meer te zeggen, want je kan je brein trainen. En ik vind het persoonlijk heerlijk, want dat betekent niet dat ik nu ben, zoals ik ben, uh, was toen ik twintig was of dertig of veertig. Ik ben zoals ik nu ben, en ik leer nog steeds bij, zowel met mijn stem. Dat heb ik in een van de vorige video podcasts gedeeld hoe mijn stem veranderd is in de loop der tijd, maar ook met alle andere dingen die ik in mezelf wil veranderen of die ik nog wil leren. Dus train jezelf door elke dag een paar keer kort te oefenen met hetgene wat je wil leren. Drie tot vijf keer per dag een minuut of een paar minuten te oefenen. En het maakt niet uit of dat dan is dat je langer een plank wil kunnen, weet je wel, zo'n uh, fitnessoefening, plank, planken. Uh, dan train je ook je spieren. En de eerste keer denk je, wat is dit voor verschrikkelijks? En na vijf dagen, elke dag dit doen, gaat het al makkelijker. Dat is een beetje vergelijkbaar hoe het ook is met je stemspieren trainen. Dus als jij nieuwe dingen wil leren, dan zet je desnoods elke keer een alarmpje in je telefoon, zodat je weet, oh ja, ik moet nu eventjes oefenen. Waar zit mijn adem? Zit mijn adem in mijn buik? Nee, eventjes in- en uitademen. Ah. Oh ja, ik zit weer iets meer in mijn lijf. Bijvoorbeeld. Of ik wil leren dat ik ook met een zachte stem kan spreken. Dus ik ga even nu een minuutje... Iehoe, ik kan met een zachte stem spreken. Dit is ook een manier waarop ik mijn stemspieren kan bewegen. En zo heb je alle oefeningen die te maken hebben met spreken, kan je oefenen een aantal keren per dag. En na drie tot zes weken ongeveer zit het in je systeem. Vaak is het nog wel zo dat je dat een tijdje moet oefenen om het je helemaal eigen te maken. Dat is ook waarom ik uh, drie tot vier maanden, eigenlijk kan je zeggen in honderd dagen, heb je een nieuwe gewoonte eigen gemaakt en gaat het praktisch vanzelf. En daarom werk ik ook zo lang met iemand, want ik kan jou in twee uur een heleboel leren, maar dat ga je het nog niet doen. En het gaat natuurlijk om de transformatie. Je wil de verandering bij jezelf. Je wil echt iets aanwennen, iets nieuws leren. Dus ga drie tot vijf keer per dag, een paar minuten per keer oefenen. En niet één keer per week een half uur, dat is niet hetgene wat helpt. Maar heel vaak eventjes kort. En lekker toch? Dan hoef je dus niet uren te oefenen om iets te leren. Maar gewoon lekker kort. Maar ik word daar wel heel blij van. En iedereen kan alles leren. Succes en tot de volgende keer!